Voorzitter, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog speelde zich in Nederlands-Indië de Bersiap af. Dat was dat waren massale slagpartijen van Nederlanders. Tienduizenden Nederlanders zijn erbij om het leven gekomen. Dat was in wezen een genocide. En ten einde dat te stoppen, om onze landgenoten in veiligheid te brengen, zijn we de politionele acties begonnen. Dat was een reddingsactie om Nederlanders te beschermen. En al die Nederlanders, dat waren er meer dan 100.000, die daar gevochten hebben, zijn allemaal helden. Zijne Majesteit de Koning, die is nu in Indonesië en die heeft daar zijn excuses aangeboden. En dat is een zeer wrange zaak om een aantal redenen. Om te beginnen wisten wij er helemaal niets van. Het is waarschijnlijk gedaan buiten het kabinet om. Het is ook vreemd omdat er een onderzoek plaatsvindt naar gewelddadigheden bij politionele acties. En het is vreemd omdat er nog een rapport geschreven moet worden over deze zaak. Daar wil ik graag een debat over met de minister-president. Bosma, u heeft geen stem. Nee, het zal u niet teleurstellen, voorzitter. Nee. Ik vind het vreemd dat we wel 100.000 Nederlanders naar Indië sturen. Dat er excuses over worden aangeboden. Okay. We hebben 6.000 jongens daarachter gelaten. En dat we niet willen praten over het feit dat hun goede naam op deze manier te gabbel wordt gegooid. Dank u wel, voorzitter. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door het geleide naar het kabinet.